En ik ben Gerdy Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en inwoner van Barneveld. Beste raadsleden, wethouders, burgemeester, helden van het lokaal bestuur, lieve Asje, lieve burgemeester Van Dijk. Het was wel een mooi moment dat u mij 's ochtends vroeg belde om te vragen of ik hier vandaag wilde spreken. Hartelijk welkom in mijn mooie Barneveld. En ik mag dat zeggen, want ik woon een groot deel van het jaar in Garderen en dat valt onder deze gemeente. En ik hoop dat u ook nog wat tijd over heeft om in de omgeving te kijken, want het is hier echt prachtig. Ik zou zeggen, u bent van harte welkom bij mij thuis, maar niet allemaal tegelijk. Ondanks mijn liefde voor deze omgeving woon ik ook een deel van de tijd in Amsterdam. Ik ben er geboren en opgegroeid, net als mijn vader en zijn ouders en hun ouders. Mijn moeder komt niet uit Amsterdam. Zij komt uit Steenbergen in Brabant. En dat was niet het enige verschil tussen mijn ouders. Mijn vader kwam uit een rood nest, echte sociaaldemocraten met hier en daar een aangetrouwde communist. Nooit familie, hè? Aangetrouwd. De vader van mijn moeder was graanhandelaar, katholiek en liberaal, want hij wilde met iedereen zaken kunnen doen. Mijn moeder ging op haar 11e naar het internaat van de zusters Franciscanessen in Dongen en volgde daar de kweekschool. In 1946 werd ze lid van de Partij van de Arbeid. En ze ontmoette mijn vader tijdens een reis voor onderwijzers naar Parijs. Mijn ouders zijn zowel elkaar als het onderwijs altijd trouw gebleven. Maar de verschillende achtergronden tekenden ons gezin. Ik ben opgegroeid met een, ik kan wel zeggen, breed scala aan botsende meningen. En daarachter ziet u kleine Gerdy en kleine Martin, mijn broer, stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost, gemeenteraadslid, en mijn ouders. Botsende meningen. De katholieke familieleden uit Brabant en de ongelovige Amsterdammers. Mijn zakelijke, liberale grootvader en zijn sociaal-democratische dochter en schoonzoon. De soms explosieve verschillen tussen sociaaldemocraten en communisten binnen de familie van mijn vader. Gescheiden tijdens verjaardagen en de dames moesten zorgen dat het geen ruzie werd en dat er niet te veel glaasjes genuttigd werden. En zelfs mijn ouders. Ze waren beide sociaaldemocraat, maar toch van een andere soort. Mijn moeder vond dat mensen meer zelf moesten aanpakken. Mijn vader vond dat dingen die echt belangrijk waren, de taak van de overheid waren. Dus ik mocht geen klaarover zijn. Dat was verdringing van betaalde arbeid. En ik mocht geen kinderpostzegels verkopen. Dat was Caritas. Maar dan zei mijn moeder gelukkig: Frans, zolang de overheid de handen niet uit de mouwen steekt en het regelt, moeten we het zelf maar doen. Dus mocht ik het toch kinderpostzegels verkopen. En zo werden mijn broer en ik grootgebracht met wat je de kernwaarden van een democratie kunt noemen. Dat respect hebben voor de mening van anderen goed kan samengaan met een eigen diepgevoelde overtuiging. Dat je steeds nieuwsgierig moet zijn naar wat de ander drijft en dat er altijd wel gemeenschappelijke waarden te vinden zijn. Dat je het scherpe debat niet moet schuwen, maar ook altijd bereid moet zijn tot het sluiten van compromissen. Dat het niet erg is als de gemoederen eens hoog oplopen, want het is goed als mensen staan voor hun mening. Het heeft mij tijdens het werk in de Kamer enorm geholpen. Als het er weer eens stevig aan toe ging, dacht ik altijd, ja, net als vroeger thuis. En morgen drinken ze weer koffie samen. En als we kijken naar het thema van deze dag, besturen is mensenwerk, dan begint het daar, thuis, in de huiskamer. Hoe ben je opgevoed? En wat breng je daarvan mee naar de vergadertafel? Kun je omgaan met die oplopende emoties? Kun je omgaan met verschillen, mensen samenbrengen? De Provinciale Statenverkiezingen liggen alweer 2 maanden achter ons. Forum voor Democratie, in 1 klap de grootste partij. Maar wat zien we bij de formatie? In vrijwel geen enkele provincie zit de grote winnaar nog aan tafel.
Een beetje vreemd is dat wel. In de provincie is het blijkbaar nog wennen, die omgang met nieuwkomers. Misschien moeten ze maar eens bij u te raden gaan. Nieuwe partijen zien we in het lokale bestuur al decennia, van gemeentebelangen tot de leefbare. Gevestigde partijen wijzen vaak op het nadeel van versplintering en het probleem van coalitievorming. En soms klinkt zelfs een pleidooi voor ophoging van de kiesdrempel. Maar dat gaat voorbij aan de oorzaak. Die nieuwe partijen geven een stem aan mensen die zich elders niet gehoord voelen. En als de onvrede groot is, helpt een kiesdrempel niet. In de landelijke politiek kennen we het verschijnsel sinds 2002. En als er één moment is in mijn politieke leven dat echt bepalend is geweest, dan was het de moord op Pim Fortuyn. Ik was er kapot van. Nee, niet omdat de Partij van de Arbeid zo verloren had. Niet omdat de man wiens politieke assistente ik toen was zo onvoorstelbaar de mist in ging. U kent het beeld vast nog wel. Interessant. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf op uw vraag. U hebt me bereid hem aan te kijken. Nee, ik kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik thuis geleerd. Vraag u te reageren op zijn opmerkingen aangaande de inflatie. Dus als u nog even aankijkt. Het is natuurlijk flauwekul. Heeft u het in Rotterdam niet gezegd? Het was niet interessant in het eurogebied dat wij een hoge inflatie hadden. Inflatie is het gevolg van de introductie van het belastingstelsel. Al gezegd. Meneer Melkert, dan maken we een afspraak. De vallen? Het hoort erbij. Ik was er kapot van omdat dit in Nederland kon gebeuren. In Nederland. Een politicus die vermoord wordt. En alles wat erop volgde. De kogel kwam van links. Het was zo confronterend. Tot dat moment was het echt mijn diepe overtuiging dat wij het bij het rechte eind hadden. We vergaderden, we sjouwden, we praten, we deden zo ontzettend ons best. Nederland was toch zeker bij ons in goede handen. De moord op Fortuyn hielp ons uit de droom. Samen met Ad Melkert ben ik in de maanden erna de PvdA-stemmers gaan opzoeken die teleurgesteld naar Pim Fortuyn vertrokken waren. Soms kregen we een boze brief. En zo herinner ik me een brief van een fietsclub. De woede spatte van het papier. En we zijn naar ze toegegaan. We spraken af bij zo'n pleisterplaats langs de weg en daar kwam hun verhaal. Ze vertelden waarom de Partij van de Arbeid niet meer hun partij was. Waarom ze zich niet meer in de partij herkenden. En wat ze het ergste vonden, dat we Pim niet serieus namen. Hoe we hem behandelden, zo denigrerend. En toen we voorzichtig opperden dat Fortuyn toch geen echte oplossingen had voor hun problemen, snauwden ze ons toe. Jullie hebben jaren de gelegenheid gehad om onze problemen op te lossen. En dat heb je niet gedaan. Laat hem het nou eens proberen. En zo leerde ik te zien hoe de wereld er door de ogen van deze mensen uitzag. Hoe Nederland razendsnel van karakter veranderde. En hoeveel mensen het gevoel hadden dat ze daar geen enkele invloed op hadden. Er is sinds die jaren veel veranderd. Aan de ene kant zijn de tegenstellingen verder verhard, is de toon nog een stuk agressiever geworden. Maar aan de andere kant zien we ook een scala van spannende ideeën ontstaan en groepen mensen die aan de slag gaan met de vernieuwing van de democratie. En dat is hoopvol. Dit jaar en volgend jaar vieren we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Om te beginnen met de start van de viering op 31 augustus in Terneuzen. 75 jaar geleden werd Nederland, te beginnen met Zuid-Nederland, weer een democratische rechtsstaat na 5 jaren van dictatuur. Dat is een groot goed. Maar ik zie ook hoe je die democratische rechtsstaat niet 75 jaar onveranderd kunt laten. Als je land verandert, moet ook de manier waarop je het bestuurt veranderen. Als de belangstelling voor en het vertrouwen in politiek afneemt, dan moeten we harder ons best doen om mensen te overtuigen. Als mensen mondiger worden en meer gewend zijn zelf te beslissen over hun leven, dan moeten we hen ook in het bestuur van stad en land de ruimte geven.
ikzelf probeer eraan bij te dragen door er spreekbeurten over te houden, in debat te gaan. Samen met de mensen die ik daar ontmoet, probeer ik verder te komen in de zoektocht naar modernisering van democratie. Mijn eigen boodschap kan ik eigenlijk samenvatten in één term: samen doen. Bestuurders moeten leren het samen te doen, samen met de burgers. En burgers moeten niet aan de kant staan schreeuwen, maar meedoen. En misschien is het wel de beste verwoording van het thema van deze dag. Besturen is mensenwerk, maar dan wel van alle mensen. En ook hier loopt de lokale politiek voorop. In allerlei gemeenten in het land, mooie voorbeelden vind ik in Amersfoort en Groningen, zien we experimenten met burgertoppen en wijkraden, waarbij de deelnemers door loting worden geselecteerd. Zodat niemand meer kan zeggen: het zijn altijd dezelfde die beslissen. Mij vragen ze nooit wat. Maar ook dat je niet meer kunt zeggen: ze doen maar. Ik doe niet meer mee. Niks daarvan. Meedoen. Als aanvulling op de representatieve democratie vind ik dat geweldig interessant. En het mooie van het loting-idee is dat het naar twee kanten werkt. Het eerste noemde ik al. Het zet mensen aan tot meedoen. Maar het tweede is, wie door loting bij elkaar wordt gezet, moet aan de slag met mensen die die anders nooit spreekt. En dat vind ik minstens zo belangrijk. Praat met elkaar. Luister eens naar wat ze te zeggen hebben. Kijk eens waar jullie het wel over eens zijn. Precies zoals vroeger bij mij thuis dus. En vanuit het Nationaal Comité proberen we hetzelfde te bereiken met vrijheidsmaaltijden. U ziet een plaatje hierachter en soms wordt er ook gelachen, op deze toevallig niet. Maar het is echt heel groot succes. Het is een idee dat al jarenlang op 5 mei in Amsterdam in de praktijk wordt gebracht. En zo'n maaltijd brengt allerlei mensen bij elkaar en laat ze met elkaar praten. Ik mag wel een haringje eten. Ik was pas met mijn haringboer, haringman moet je ook zeggen, in de Maastraat in Amsterdam. Die had nog steeds die poster hangen van de vrijheidsmaaltijd die ze met de hele Maastraat, alle horecavoorzieningen daar, hadden georganiseerd. En was er nog lyrisch over. Daan Rovers, de denker des vaderlands, formuleert dat zo. Natuurlijk is de vrijheid van meningsuiting van het grootste belang. Maar daarbij hoort ook dat je bereid bent die mening ter discussie te stellen. Dat je niet de makkelijke weg kiest van: ik heb mijn oordeel al klaar. Dat je niet altijd denkt: ik heb gelijk. Er is geen vrijheid van meningsuiting zonder gelijkheid. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het gesprek. En daar ben ik het volkomen mee eens. We moeten het op dit kleine stukje grond toch zien te rooien met elkaar. We moeten met elkaar op zoek naar gemeenschappelijke grond. Net als vroeger bij ons thuis. Zo ben ik opgevoed. Met idealen, maar ook met het vermogen om die bij te stellen. Met politiek bewustzijn, maar vooral met nieuwsgierigheid naar de ander. Dat maakt politiek bestuur echt mensenwerk. Ik wens u een interessante dag toe. Dames en heren, Gerry Verbeet. Op de mat, ja, toch, ja. Ik wou even aan u vragen, want het gaat natuurlijk eigenlijk van begin deze ochtend al over dat mensenwerk. En ik zat me in één keer af te vragen toen ik ook u hoorde, dacht, wat is er aan de hand? Volgens u dat het zo belangrijk is om zo'n onderwerp op te pakken? Is het iets wat nu speelt of merkt u iets in de samenleving waarvan u denkt, het is goed als je een keer al die bestuurders bij elkaar hebt om het daar eens een keer echt met elkaar over te hebben? Ja, ik denk dat je altijd als bestuurder, zeker in spannende tijden zoals nu, moet afvragen waarom doe ik het en hoe zorg ik dat ik heel dicht bij mezelf blijf. Want als er iets is wat mensen inmiddels geleerd hebben, ook doordat ze zoveel televisie kijken, is het om vast te stellen of je het meent of dat je een toneel speelt. En ik denk dat burgers en mensen hebben u in de buurt van u waarderen dat u gewoon uzelf bent en probeert heel dicht bij uw eigen anker, eigen kompas te blijven en van daaruit uw werk doet.
En mag ik een voorbeeld geven? Ik word best makkelijk aangesproken op straat. U kunt zich dat misschien niet voorstellen, maar als ik bij Albert Heijn loop in Putten, dan kijken ze in mijn karretje en dan vragen ze ook zelf koken. En dan zeg ik, nou, tenzij u het gaat doen, zal ik het toch zelf moeten doen. Dus mensen, ik heb geen drempel. Nou, zo stond ik een keer in Amsterdam op een tramhalte en toen komt iemand naar me toe. En toen was er net een akkefietje in de kamer geweest met mijn opvolger. En toen zei iemand, ja, maar u zou dit of dat gedaan hebben. Ik zei, nee, ik deed helemaal niet zoveel in de kamer. Ook in die beelden die u net zag, ik deed meestal niets, want het ging allemaal af van de spreektijd. En je staat als voorzitter niet op de sprekerslijst. En toen zei die burger, en dat vond ik zo bijzonder, ja, mevrouw Verbeet, u deed misschien niks, maar wij zagen aan u wat u ervan vond. En dan dacht ik, ja, blijkbaar zien mensen dat, maar ze voelen dat ook. Dus ze zien dat ik op die stoel gewoon mezelf was. En dat is ook, u vroeg net van tevoren, wat is nou jouw eikpunt? Hoe zorgt u nou, want mensen zeggen wel eens, hè, van je moet op zoek naar jezelf en dat soort dingen. Laatst hoorde ik tegen iemand, moet je kijken waar je jezelf voor het laatst hebt gezien. Dat is de beste manier om jezelf te vinden. Maar het is toch een manier van zeggen waarvan soms mensen niet helemaal doorhebben hoe serieus dat is om echt bij jezelf te blijven. Ja. Nou ja, voor mij is heel belangrijk altijd geweest. Ik heb jong kinderen gekregen, dus ook jong kleinkinderen gekregen. En die kijken natuurlijk dan wel naar de televisie. En dat ze dan uit de grond van hun hart zeggen, je bent eigenlijk net als thuis. En dat is ook zo. En dat is positief? Of dat? Of zijn ze heel kritisch dat ze denken van, nou, u bent ook streng op televisie? Nou ja, ze moeten bij mij thuis ook wel door het hoepeltje natuurlijk. Ja, ja. Ja, nee, dat is natuurlijk wel zo. Nee, ik ben heus wel een beetje een strenge moeder, denk ik, geweest. Maar ik ben niet anders en ik hou van een geintje. En dat deed ik in de Kamer ook. Dus je bent ook als burgemeester, denk ik, of als degene die de raad voorzit, je bent ook een beetje het ventiel. En je bent dienend aan een goed gesprek. En dat, ik heb ook zo'n hekel aan het woord debat. Mag ik dat hier nou ook eens een keer met u delen? Het gaat een debat dat vraagt dat je zoekt naar de verschillen. Maar probeer nou ook eens af en toe gewoon met elkaar een gesprek te voeren, een dialoog te voeren. Kijk eens waar je elkaar kunt vinden. En daar kun je in de politiek ook het goede voorbeeld geven. Net als thuis. U vertelde net natuurlijk ook al als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei over de 75 jaar herdenking. Morgenochtend spreek ik onder andere met Daan Rozengaarde. Die heeft een speciale rol ook. Daar gaan we niet veel over klappen. Maar heeft te maken ook met die 75 jaar herdenking. Deze mensen zijn bestuurder door heel Nederland. Kunnen zij helpen daarbij? Hebben zij volgens u een rol daarin? Nou, absoluut. Kijk, ik noemde net al die vrijheidsmaaltijden. Ten eerste zou u samen met, want we hebben allemaal partners daarin, hè, de Zonnebloem, het Rode Kruis, de Rotary, iedereen wil meehelpen, NOC, NSF. Maar neem zelf ook het initiatief. Dus probeer scholen erbij te betrekken. Ga de denkboeken die we hebben voor basisschoolleerlingen, ga die nou zelf brengen naar een school. Ga dat gesprek aan met groep 7 en groep 8. Maar ook middelbare scholen. Probeer jonge mensen te laten zien waar hun eigen mogelijkheden liggen, verantwoordelijkheid is om die democratie ook weer verder te brengen. En dat is echt zoals u bij elkaar zit. Als u allemaal naar een school gaat, dan hebben we op iedere school een goed gesprek over wat onvrijheid is en wat vrijheid is. Wat het is om in een open, democratische rechtsstaat te leven. En we zijn er allemaal natuurlijk reuze aan gewend inmiddels. Maar het is niet gewoon. En u ziet ook dat in allerlei landen allerlei vanzelfsprekende rechten van burgers, de vrije pers, heel makkelijk weer ingeperkt wordt. Dus dat gesprek met uw jonge burgers aangaan, dat lijkt me zo ontzettend belangrijk. Nou, daar gaan we vanuit dat ze dat in ieder geval gaan doen. Mag ik u heel erg danken. Dames en heren, Geli Verbeet, dank u wel. Dank.